Nee, ik zal eerst even vertellen wie Arjan is. Als je goed kijkt, zie je daar die nog steeds jong uitziende man. Met een mooi gordijn achter zich. Die ik nu al 20 jaar ken, denk ik. Eigenlijk sinds het begin van het bedrijf Procolix ken ik Arjan. Want die had toen een bedrijf United Knowledge. En je zou kunnen zeggen dat wij een soort brothers in arms in de open source wereld zijn. We hebben ooit een stichting opgericht, of was het de vereniging? De WOSA. Ja, coöperatieve vereniging. De WebGUI Open Source Software Association. Nou, WebGUI is inmiddels al 8 jaar dood. En Arjan is tegenwoordig directeur van de Kafka Brigade. En daar houdt hij zich bezig met het bestrijden van overbodige en dysfunctionele bureaucratie. Bij de overheid voornamelijk. Maar niet uitsluitend, begrijp ik. En hij heeft een tijdje geleden zijn boek geschreven, De Digitale Kooi. Daar heeft hij ook gepresenteerd bij de NLUG. En ik dacht, eigenlijk is het wel een goed idee om nog eens te vragen of hij een praatje wil houden. En dan is het misschien een mogelijkheid om wat meer in te gaan op wat wij nu eigenlijk kunnen doen. En als je dat vraagt, dan gaat Arjan meteen uitleggen hoe de wereld werkt. En dat wil ik jullie niet onthouden. Maar als inleiding heb ik eigenlijk twee hele kleine stukjes tekst. Ik ontving vandaag namelijk 2 brieven die ik typerend vind voor de manier waarop onze overheid met ons omgaat. En 1 is deze. En dat is niet een beetje of zo. Dat zijn gewoon 5 stukken papier. En de aanhef is dan informatie over schulden voor gedupeerde ouders. En de tweede alinea, en ik heb hem al 5 keer gelezen, het is heerlijk. Het spijt ons heel erg dat u gedupeerd bent door ons. U hebt misschien problemen gekregen hierdoor. We bieden u daarom onze oprechte excuses aan. Nou, dat is toch prettig dat je dat ook een keer hoort. Was het nou, daar stond misschien in dat zinnetje, dus we weten in principe niet wie van de mensen die de brief ontvangt ze gedupeerd hebben? Nee, dus u hebt misschien problemen gekregen daardoor. Oké. Dat vind ik een eufemisme. En er zit geen bijlage bij over de vervolging van de mensen die dat dan gedaan hebben. Dat vind ik dan wel jammer. Nou, waarschijnlijk kunnen we het hier in de vragen nog wel over hebben. En de andere brief was van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Gericht aan de eigenaar / huurder van dit pand. Ter attentie van de directie. En dan mijn huisadres. En ja, dat klopt. Ik heb hier 3 BV's ingeschreven op dit huisadres. En dat begint dan met: volgens onze informatie valt uw bedrijf onder de informatieplicht energiebesparing. Verder is nergens in de brief terug te vinden waarom uw bedrijf, welk bedrijf dat dan is, zou handig geweest zijn als ze dat gewoon aan het bedrijf gericht hadden dan, dat dan onder die informatieplicht zou vallen. En verderop staat dan: de informatie- en energiebesparingsplicht gelden voor bedrijven en instellingen. In de wet Milieubeheer worden dit inrichtingen genoemd, die meer dan 50.000 kilowatt elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas, tussen haakjes equivalent, per jaar verbruiken. Nou, ik heb het dus even uitgerekend hoeveel ons huishouden verbruikt. En dat moet je zeggen, dat is niet gering, want wij gebruiken dus 12.778 kilowatt stroom en 2.455 kubieke meter gas. Ik moet bijvertellen dat wij zeg maar met z'n 5 zijn hier en dat we het ook niet vervelend vinden als het lekker warm is in de winter. Maar haalt het niet bij de 50.000 kilowattuur of de 25. En dan staat er, en dat vind ik dan weer zo typisch,
Bent u niet informatieplichtig? Geef dit ook aan ons door. Gebruikt u bedrijf of instelling per jaar minder dan 25.000 kubieke meter gas en minder dan 50.000 kilowattuur elektriciteit, dan bent u niet informatieplichtig. U hoeft geen informatie aan RVO door te geven. Ik denk, oké. En de volgende zin is dan, wel moet u uw energieverbruik aan ons doorgeven. Huh? Hoezo dan? En de reden hiervoor is dat wij als taak hebben om de informatieplicht te handhaven. Oké. Door uw energieverbruik te registreren weten wij zeker dat u niet informatieplichtig bent. Ja, dag. Wij vragen u vriendelijk om binnen 4 maanden na de verzenddatum van deze brief uw energiegegevens door te geven via en dan www.ozhz.nl/energieverbruik. Dat is dus 1, 2, 3 kantjes. En een folder van 2 kantjes. Waar in de folder kan ik ook niks vinden. Maar wat ik concludeer met mijn licht juridische achtergrond is. Dank je de koekoek. Ik hoef helemaal niks af te leveren. En als zij vinden dat ik informatieplichtig ben, dan komen ze dat maar aan mij bewijzen. Nou, dat lijkt me voldoende. Ook hier zou ik graag in de vraag op terugkomen. Dit lijkt me voldoende inleiding. Ik zou zeggen, Arjan, zet hem op. Dankjewel, Koen. Even zien. Dat zal dan vast scherm 2 zijn. Yes. Zien jullie de presentatie? Ja. Ja. Top. Goedenavond. Mijn naam is Arjan Witlak. Heel fijn dat ik hier mag zijn. Inderdaad, ik ben hier al eens eerder geweest over de digitale kooi. Dit gaat over mijn nieuwe boek, Koen, Volwassen Digitale Overheid. Als ik geweten had dat het moest gaan inderdaad over wat jullie konden doen, dan had ik daar mijn presentatie op ingericht, maar daar ga ik het niet over hebben. Ik heb een organisatie die heet Stichting Kafka Brigade en die doet actieonderzoek naar onnodige en dysfunctionele bureaucratie inderdaad. En zoals ik in de vorige keer ook al zei, dat is niet alleen een manier om heel zeker te weten dat je echt nooit werkloos zult zijn. Dat is een missie. Stichting Kafka Brigade is een netwerk van onderzoekers, zelfstandige adviseurs, wetenschappers die een visie delen op de overheid. Namelijk dat de bureaucratie niet alleen een manier is om dingen te organiseren. Hè, publieke waarden natuurlijk, waar die organisaties voor zijn opgericht. Een ziekenhuis om mensen beter te maken, een school om mensen te onderwijzen. Maar ook om een aantal basale waarden van onze rechtsstaat te laten materialiseren. Hè. Waarden zoals rechtszekerheid, rechtvaardigheid, transparantie, integriteit. En daarom onderzoeken we situaties waarin publieke organisaties falen. En dat gebeurt nogal eens. En sinds een jaar of 8 inmiddels doen we onderzoek naar de invloed van ICT op het openbaar bestuur, op de bureaucratie. En waarom doet mijn pointertje het niet? Nou, gelukkig zit ik achter mijn toetsenbord. Want die invloed op de bureaucratie is enorm. He, bedenk inderdaad dat elke 17 seconden iemand wordt geflitst. Bedenk dat het UWV bijna 17 miljoen continueringsbeslissingen neemt per jaar. Dat getal zal vast niet meer kloppen nu met de Tozo erbij en god, hoe heet die andere ook alweer? Ah, ik ben ik voor iets zachter met hem. Ik nogal. Ja, ik. Is het zo beter? Gewoon iets zachter praten als je dat lukt. Ja, nou, dat vind ik dan weer net lastig, moet ik zeggen, want ik ga proberen iets zachter te praten. En wat nou, denk ik, bijna iedereen weet, is dat de Belastingdienst bijna 9 miljoen aanvragen voor inkomensafhankelijke toeslag verwerkt. 156 miljard wordt in de eerste 9 maanden van het jaar vol automatisch herverdeeld. Zonder dat daar een mens bij komt kijken. Wat ik maar wil zeggen, automatische besluiten zijn de kern van het openbaar bestuur vandaag.
En meer specifiek zou ik het vandaag willen hebben over geautomatiseerde netwerkbeslissingen. Ook daar ging het de vorige keer over. Dat zijn beslissingen waarbij informatie van andere organisaties gebruikt wordt. Want de overheid is niet alleen maar een enorme beslisfabriek geworden. Zij wisselt ook op een bijna niet te onderschatten schaal gegevens uit. De inventarisatie die ik daarvan ken is, komt uit 2015 inmiddels. Die is ooit gemaakt voor de Eerste Kamer. Alleen op het terrein van Veiligheid en Justitie waren er toen 138 registraties in beheer bij 15 overheden, zoals politie, OM, denk aan dat soort dingen. Die werden gedeeld met zo'n 180 andere organisaties, in totaal 495 datakoppelingen. En bedenk dat eigenlijk alleen al een registratie zoals de basisregistratie personen, hè, waar de gemeente bij houdt wie er woont, daar zijn tenminste zo'n 2000 organisaties op aangesloten. Met andere woorden, geautomatiseerde netwerkbeslissingen zijn de kern van het openbaar bestuur van vandaag. En dat is een groot goed in principe, hè, want anders dan mensen wel eens denken, we zijn niet tegen regels, niet tegen bureaucratie of tegen ICT, maar wel tegen onderdachte ICT, onnodige bureaucratie. En als ICT wordt gebruikt als een soort hefboom om mensen te overspoelen met administratieve lasten, dan wordt in de praktijk natuurlijk de bureaucratie bijna een vorm van terreur, terwijl ze een bescherming moet zijn voor ons allemaal. En 8 jaar geleden begon die zoektocht met het verhaal van Esther. En dat verhaal is eigenlijk nog steeds actueel. En daarom wil ik er vandaag ook eventjes mee beginnen, omdat het verhaal wat ik ga vertellen deze keer een stuk abstracter is dan mijn verhaal de vorige keer. En daarom dacht ik, is het makkelijk dat je het kunt relateren aan iets heel concreets wat je eerder hebt gehoord. Esther is een jonge vrouw. Die werkt als ZZP'er, gaat op zich allemaal helemaal prima. Heeft een koophuis, heeft een auto, kan prima voor zichzelf zorgen. Maar op een duur is ze eigenlijk zoveel in het buitenland voor de werk. Dat ze meer in het buitenland is dan in Nederland. En dan bedenkt ze dat ze haar huis gaat verhuren. En ze heeft een koophuis, dus ja, ze vraagt zich ook helemaal niet af of dat eigenlijk wel mag, obviously. Mag dat, en zij verhuurt haar huis aan twee expats, de baas van Mitsubishi Nederland en zijn vrouw. En als die twee Japanners naar de gemeente gaan om zich in te schrijven, dan vraagt die persoon achter de balie, goh, woont die mevrouw daar zelf nou eigenlijk ook nog? En daar is die baliebeambte toe geïnstrueerd, want die moet signalen opvangen van adresfraude. En die Japanners die zeggen, nou ja, god, weet je, zij heeft op zich de zolderkamer en ze heeft de sleutel natuurlijk en er staan spulletjes van haar hier. Maar ja, als u nou vraagt, woont ze hier, woont ze hier, woont ze hier? Ja, ze is er nooit. En dit is wat je noemt een signaal. En bij zo'n signaal hoort een procedure, want we hebben het over een bureaucratie. En in dit geval de procedure adres onderzoeksprotocol. En in een notendopje is die procedure briefje, bezoekje, briefje, bezoekje, briefje. En als het in een van die 5 stapjes misgaat, dan is er waarschijnlijk iets aan het handje. Zo is de gedachte. En zo komt Esther's adres in onderzoek te staan. En Esther ontdekt dat omdat zij een paspoort gaat aanvragen bij de gemeente. Want haar paspoort verloopt bijna en haar vader woont in de Verenigde Staten. Dus ze denkt, nou, beter een vers paspoort, want dan doen ze nogal moeilijk aan de grens. Maar dat paspoort krijgt ze niet, want haar adres staat in onderzoek. En nou, daar begrijpt zij helemaal niks van. En zij vraagt hoe dat zit. En zij vraagt of ze haar dossier mag zien. Maar dat mag niet, want ja, haar adres staat in onderzoek. Dus wat doet ze? Ze gaat naar huis en zij laat eigenlijk alle mensen die bij haar in de buurt wonen, de bakker, de groenteman, een briefje opstellen van, nou, wij kennen Esther en ja, die woont daar recht. En ze brengt dit naar de gemeente. En daarna komt ze ook in gesprek met de directeur van publiekzaken in haar gemeente. Vindt ze eigenlijk een hartstikke leuke vent. En die vent vindt het eigenlijk ook hartstikke leuk aan haar om te vertellen hoe dat allemaal in elkaar zit. En die raken enorm in gesprek. Maar ondertussen loopt dat adresonderzoeksprotocol gewoon door. En dat gaat op een manier helemaal mis op het moment dat de gemeente een briefje stuurt. En die Japanners, dat waren, hoe zeg je dat, mensen die georganiseerd in elkaar zaten. Die hadden leuke stickertjes laten maken, want
de afspraak was dat zij de post zouden doorsturen naar haar adres op de universiteit. Ze gaf les op Nijenrode. Had stickertjes laten drukken, move to new address. Maar ja, bij dit protocol is het ook zo dat met de post afspraken zijn gemaakt dat dit soort brieven niet worden doorgestuurd. En dus is dit een bevestiging van, nou, er klopt helemaal niks van. De gemeente gaat natuurlijk ook nog langs bij de Japanners. Maar het eind van het verhaal, dat is eigenlijk waar ik heen wil, is dat zij wordt uitgeschreven. Zij wordt uitgeschreven met de status VOW, vertrokken, onbekend waarheen. En dan komen de gevolgen. Ze verliest haar parkeervergunning, maar ook veel ergere dingen. Ze verliest haar btw-nummer. Ze kan geen geld meer terugvragen voor haar bedrijf. En omdat ze een eenmanszaak heeft, verliest ze ook haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ze verliest haar hypotheekrenteaftrek. Ze bouwt geen AOW meer op. Zorgtoeslag verliest ze. Zorgverzekering met terugwerkende kracht zelfs. Noem maar op. En er is eigenlijk maar één organisatie die haar altijd wil blijven kennen en die haar altijd in zijn hart sluit. En dat kun je denk ik wel raden. Dat is de Belastingdienst. Want ze moet natuurlijk nog wel gewoon belasting betalen in Nederland. En hier schreef ik inderdaad 3 jaar geleden alles een boek over. De digitale kooi, aan de hand van 3 van dit soort verhalen. En sindsdien, sinds het verhaal van Esther 8 jaar geleden, heb ik eigenlijk, nou, ik denk zeker meer dan 100 van dit soort verhalen onderzocht. En over tientallen van die verhalen heb ik ook een column geschreven in het Financieel Dagblad om te laten zien hoe de overheid verandert door de digitalisering en hoe daarmee ook de samenleving verandert. Want zoals ik net al zei, via de bureaucratie materialiseert ook de rechtsstaat. Hè, en daarmee allerlei zekerheden en idealen die wij hebben met de samenleving. Maar eigenlijk denk ik dat ik nog maar sinds kort de hele achtergrond van het verhaal van Esther begin te overzien. En daarom begin ik ook steeds meer in te zien dat eigenlijk allerlei problemen die wij zien optreden in de samenleving eenzelfde achtergrond hebben. Of dat nou het verhaal van Esther is of de toeslagenaffaire waar Koen het net over had. En ik denk dus ook dat de verklaringen die we daarvoor hebben, nou in elk geval niet het hele verhaal zijn. En dat de oplossingen die we daarvoor formuleren ook niet het antwoord zijn. En wij hebben het beeld dat politici beslissen. En daarom willen we de notulen van de ministerraad openbaar. Van, nou, even kijken wat daar gezegd is. En daarom willen we een hardheidsclausule in elke wet. Want we denken, het is een juridisch probleem. En we hebben het beeld dat het zit, ja, het is een probleem voor 1 of 2 of 3. Of nou ja, oké, dan misschien 30.000 bijzondere gevallen. En daar is dan iets heel bijzonders aan de hand. En daarom moet er beter geluisterd worden. En daarom moet de ombudsman bijvoorbeeld doorzettingsmacht krijgen. Of moeten die trainees van Rutte gaan uitzoeken wat er zo bijzonder is aan de situatie van die mensen. Want de veronderstelling is dat het probleem in essentie niet bij de overheid zit. Ja, 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 natuurlijk, die wetten waren te streng en de fraudejacht was doorgeschoten en de rechtspraak deed te weinig onderzoek naar de rode lijnen naar zaken en dat vraagt om reflectie en bijsturing. Maar de veronderstelling is dat dit vooral tot problemen leidt met mensen in een complexe situatie, waar gewoon heel erg veel aan de hand is. Of bij mensen die het niet zo goed snappen. Of met minder doelvermogen, of met minder bureaucratische competentie, of die slecht Nederlands spreken, of analfabeet zijn. En die mensen moeten natuurlijk beter geholpen worden, maar het beeld is dat er geen structureel probleem bij de overheid zit. Het had ook goed kunnen gaan als die mensen, nou ja, tijdig hulp hadden gehad, of tijdig hun situatie hadden aangetoond. Nou ja, laat me vooropstellen, ik wil niet ontkennen dat de problemen die nu benoemd worden in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, geen medeoorzaak zijn van het probleem. Hè? Ik wil bijvoorbeeld niet ontkennen dat er ook problemen zijn met de wetgeving. Dit is ook een juridisch probleem. En ik wil niet ontkennen dat politieke druk op de fraudebestrijding mede verantwoordelijk is voor de vooringenomen houding bij delen van de uitvoering. Maar ik denk niet dat het toeval is dat in de toeslagenaffaire bijvoorbeeld iedereen tegelijk faalde. En de minister, en de uitvoering, en de Kamer, en de rechtspraak, en de ombudsman. En ik denk ook dat de toeslagenaffaire eigenlijk alleen maar een voorbeeld is. Ik denk niet dat het toeval is bijvoorbeeld dat de overheid de belangrijkste veroorzaker is van problematische schulden. En dat dat een buitengewoon hardnekkig probleem blijkt te zijn. Of dat opeens blijkt dat ook gemeenten
extreem hard blijken op te treden als iemand boodschappen van zijn moeder krijgt. Of dat als mensen gaan scheiden, ze opeens allemaal problemen krijgen met hun hypotheek of met hun zorgverzekering. En ik denk dat daar een meer structurele grondslag of structurele oorzaak aan ten grondslag ligt. En die oorzaak is in essentie dat wij beslissingen over de digitale infrastructuur van de overheid maar laten gebeuren. Dat laten we over aan individuele organisaties, aan onderhandelingen tussen uitvoeringsorganisaties of aan toevallige coalities, samenwerkingen van overheden, private organisaties en semi-publieke organisaties. Het is een soort governance situatie. En ik denk niet dat we zien dat die digitale infrastructuur een geheel is geworden. En dat je die eigenlijk dus ook alleen op dat niveau kunt aansturen. Het systeemniveau. En dat eigenlijk geen enkele uitvoeringsorganisatie nog een besluit zelf kan nemen. En nog de gevolgen kan overzien van zo'n besluit voor burgers. We zien niet dat die digitale infrastructuur bepaalt wat mogelijk is en wat niet mogelijk is, wat makkelijk is en moeilijk is, wat duur is en goedkoop, en ook wat aantrekkelijk is voor organisaties om te doen en wat niet. Dat ze een enorme richtinggevende factor is in die organisatiebelangen, die in feite in onderhandeling bepalen hoe die digitale infrastructuur eruit ziet. En daarom denk ik dus ook dat alle oplossingen die nu in het debat voorbij komen, eigenlijk alleen de gevolgen adresseren, maar niet de oorzaak. En die gevolgen die liggen volgens mij op een ander niveau. Die liggen niet op het niveau van de beleidsuitvoering en die liggen ook niet op het niveau van collectieve besluitvorming. Maar die liggen op een niveau daaronder, op het niveau van de digitale infrastructuur die grenzen stelt aan wat er mogelijk is en onmogelijk is. Of juist geen grenzen stelt aan wat er mogelijk is. En om dit te laten zien wil ik jullie eigenlijk meenemen in hoe de digitale infrastructuur van Nederland eruit ziet. En wat ik daarmee eigenlijk wil laten zien is hoe de digitale infrastructuur de keuzeruimte bepaalt in de beleidsuitvoering als een individuele ambtenaar een beslissing neemt. Want, of als een minister een beslissing neemt, want ook dat is beleidsuitvoering. En ik wil laten zien hoe die infrastructuur de keuzeruimte bepaalt van het parlement of van de gemeenteraad. En dat die grenzen, dat we die niet kunnen bijstellen, zolang we geen keuzes maken op het niveau waarop die problemen spelen. Het fundament van de bureaucratische cloud, want zo noem ik het maar even dat geheel, de bureaucratische cloud, is automatische besluitvorming. En dat wil zeggen dat het proces van besluitvorming, wat ik hier even schematisch heb laten zien, dat we dat eigenlijk al sinds de jaren 60 zijn we dat aan het automatiseren. Hè? Ooit was die interface een ambtenaar en nu is dat bijvoorbeeld een elektronisch formulier. En waar ooit die ambtenaar aan de hand van regels, de feiten en de belangen een afweging maakte, is nu software bezig met beslisregels om een besluit te maken. En waar ooit het resultaat, alleen een stuk papier was, is dat nu ook een registratie in de database. En dit hele proces, tot en met het overmaken van je geld en dergelijke, of het versturen van een incassoverzoek, al die rode blokjes, die zijn volledig geautomatiseerd. Alleen de feedbackfase, dat zijn dingen zoals klachten of bezwaar, dat kunnen we nog niet automatiseren met software. En hier is eigenlijk al een eerste verandering geïntroduceerd. Hè? Dat is namelijk dat belangen niet meer gewogen kunnen worden in de kern van de besluitvorming. Oordeelsvorming op basis van dat je echt eigen belangen naar voren brengt, ja, dat kan eigenlijk alleen in de feedbackfase. En de verantwoordelijkheid om dat te signaleren, dat er relevante belangen zijn, ja, die komen nu bij de burger te liggen. En omdat zo'n besluitvormingsproces een geautomatiseerd proces is, wordt het aantrekkelijk om gegevens te gaan uitwisselen. Het besluit is nu namelijk digitaal beschikbaar. En je had vroeger natuurlijk ook met een enorme stapel besluiten van het UWV bijvoorbeeld naar de Belastingdienst kunnen wandelen. Alleen die moesten natuurlijk allemaal gelezen worden. Maar nu hebben we die digitaal beschikbaar en je hebt geen mensen meer nodig om al die brieven met besluiten te lezen. Die gegevens zijn machine readable en dus kun je software gebruiken. En omdat gegevens verzamelen duur is en gegevens verstrekken
lezen, goedkoop wordt dit aantrekkelijk. Automatische besluitvorming is daarom de drijvende kracht, de basis waarom wij gegevens willen uitwisselen. Of in ieder geval wij, deze uitvoeringsorganisaties. En ook in onderhandelingstermen is dit een hele makkelijke deal om te sluiten. Hè? Want gegevens zijn niet rivaliserende goederen. Als ik ze geef aan een ander, ben ik ze niet kwijt. Dus als ik bijvoorbeeld de Belastingdienst ben en de Duo die wil mij een inkomensgegeven hebben, nou, dan wil ik bijvoorbeeld wel weten op welke datum zij eigenlijk de studiefinanciering overmaken. Want als ik dan op die dag een incassopoging kan doen, nou, dan is er grote kans dat er geld op de rekening staat. En daarmee gaan mijn invorderingskosten omlaag. En er is dus eigenlijk sprake van een win-win situatie, zoals we dat in Nederland zo mooi noemen. En wat je hier eigenlijk ziet gebeuren is dat kostendruk zorgt voor een organisatiebelang bij wetgeving. Graag een haakje in de wet, minister. Zodat ik een wettelijke grondslag heb om een convenant te kunnen sluiten. Dus de proliferatie van gegevensuitwisseling is ook heel goed te begrijpen. Hè? Organisaties hoeven nauwelijks aangemoedigd te worden. Kostendruk is in feite genoeg. En wij krijgen daarmee de volgende situatie. De interface, ja, dat kan nu niet alleen maar een elektronisch formulier zijn, maar ook het ontvangen van gegevens van andere organisaties. Die zijn soms al bij een volgende organisatie, hè, bij een volgende organisatie bij stap 1, voordat die burger zelf überhaupt bij stap 4 gemerkt heeft dat de centjes op zijn rekening staan of dat hij een brief heeft gekregen om hem daarover te informeren. En bedenk even, ik zag net even dat dit plaatje op de verkeerde plek zat in mijn presentatie, daar zit ook een enorme positieve kant aan. Hè? En die positieve kant is natuurlijk de enorme stijging van de arbeidsproductiviteit van zo'n ambtenaar. Hè? Want een politieagent die hier jouw gestolen auto bijvoorbeeld terugvindt, die politieagent die werkt niet alleen maar meer voor de politie. Want als hij dat kenteken weer vrolijk registreert in het kentekenregister, dan werkt hij ook voor de RDW, die meteen een oproep kan sturen om jouw auto APK te laten keuren. En die agent werkt ook voor de Belastingdienst, die meteen de wegenbelasting acceptgiro aan jou kan sturen. Die agent is in één keer, hop, drie keer zo productief geworden. Dan merkt die agent helemaal niks van in zijn salaris. Dat is heel sneu voor de agent. Maar zo werkt het wel. En ook hiermee wordt alweer een bijzondere verandering geïntroduceerd. Die verandering, daar heb ik de vorige keer ook over gehad, die noem ik wel het sneeuwbaleffect. Dat je ziet dat een besluit of een wijziging in een gegeven in de ene organisatie opeens allerlei andere organisaties tot handelen aanzet. Ook organisaties waarmee jij helemaal geen contact hebt gehad. Hè? Dus dat komt dan eigenlijk een beetje als een bliksemslag bij heldere hemel. En die ervaringen met gegevensuitwisseling, hè, want dat voorbeeld bijvoorbeeld van de kentekenregistratie bestond al lang voor de basisregistraties. Die ervaringen die zijn de aanleiding geweest voor basisregistraties. Een klein deel van de kernregistraties, hè, want we hebben inmiddels zo'n 393 volgens mij kernregistraties die breed gedeeld worden. En een klein deel heeft, een heel klein deel, hè, ik zal ze zo meteen even in een schemaatje laten zien. Die hebben een eigen wettelijk kader gekregen. En dat eigen wettelijke kader definieert in essentie een ruil. Hè, levering tegen kwaliteitsverbetering. Want wie gegevens levert is verplicht om ze te gebruiken en ook om ze tot basis te maken van zijn eigen registratie. En mochten die gegevens dan niet kloppen, dan moet je dat terugmelden, zodat die bronhouder daar ook iets aan heeft. En ook hier zie je dat er alweer een nieuwe belangrijke verandering wordt geïntroduceerd. En dat is namelijk dat het ooit zo was dat organisaties, ja, zeg maar, eigenaar waren van hun besluit. Ze waren verantwoordelijk voor dat gehele besluit. Dus zowel de data, de waarneming van de feiten, als de toepassing van de regels. Maar nu zie je eigenlijk dat dit met dat verplichte gebruik wordt het uit elkaar getrokken. En nu moet je als burger naar de bronhouder om zoiets te laten corrigeren. En daar ben je als afnemer, hè, dus als uitvoeringsorganisatie, ben je daar hartstikke blij mee. Want dan hoef je niet zelf de feitelijke situatie vast te stellen, want dat is ook weer hartstikke lastig te automatiseren.
Laten we eens even iets gedetailleerder kijken wat er nou precies aan de hand, wat er nou precies gebeurt in die organisaties aan de hand van een concrete basisregistratie zoals de basisregistratie personen. Op het moment dat er wat gebeurt in jouw leven, jij gaat bijvoorbeeld trouwen, hè, dan is dat een gebeurtenis in de natuurlijke werkelijkheid en die leidt tot een gebeurtenis in de institutionele werkelijkheid. Er wordt een akte van opgemaakt. En die akte die gaat de database in, dus een institutionele verandering leidt tot een administratieve gebeurtenis, in dit geval dus in de basisregistratie personen. En die administratieve gebeurtenis die leidt tot een infrastructurele gebeurtenis. Die gegevens worden doorgeleverd. In dit specifieke geval vooral via de landelijke voorziening. Die zit bij de RVIG, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. En die levert aan allerlei organisaties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. Direct dus in dit geval. Maar soms ook via allerlei tussenpersonen. Denk aan de vereniging, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Registeraccountants voor de accountants, en je hebt ook een vereniging van notarissen voor de notarissen en SILA voor de kerken en ga zo maar door. En die gemeente die levert dit ook zelf door. Hè? Natuurlijk naar hun eigen afdeling, zoals hun eigen gemeentelijke belastingdienst, als ze die nog in eigen huis hebben. Maar heel vaak hebben ze die niet in eigen huis, want gemeentes zijn ja, echt kampioen samenwerkingsverbanden. Er zijn honderden en honderden samenwerkingsverbanden, zoals een belastingssamenwerking. Ja, vaak hebben ze dan ook een gemeentelijke voorziening om dit allemaal door te leveren aan dit soort samenwerkingsverbanden. En wat we hier in dit plaatje ook al zien, is eigenlijk één van de redenen waarom wij niet precies weten waar die gegevens allemaal heen gaan. Het is namelijk omdat er niet één centraal punt is waar die gegevens vandaan worden geleverd. Maar zometeen zal ik ook nog een paar andere redenen laten zien waarom we daar helemaal geen overzicht hebben. Laten we nu eens inzoomen op die belastingdienst in het midden daarboven. Kijken we in de Belastingdienst. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Die Belastingdienst die heeft allemaal processen. Dat proces zag je net ook al even in blauw en rood. Nu heb ik het in drie stapjes gedaan om het een beetje kleiner, korter te maken. Dit soort processen heeft de Belastingdienst ongeveer 300. En daar ligt ook een procesondersteunende administratie onder. En heel veel van die processen. He, dus denk aan dingen als de middelenregistratie, inkomstenbelasting of de BTW of nou ja, noem het allemaal maar op. He. Alles waar je belasting over kunt heffen, en dat is nogal wat. Heel veel van die processen starten met persoonsgegevens en die komen dan hier hups, binnen van boven via de landelijke voorziening. En wat je dan misschien opvalt is dat bij 3 dat gaat in een lokale persoonsadministratie. Dus een soort kopietje, zo wordt dat wel genoemd in de volksmond, van die basisregistratie. Personen. En dit staat best wel, hoe zeg je dat? Hier wordt best wel veel over gediscussieerd, want er wordt gezegd, daar moeten we mee ophouden. Hè? We moeten halen bij de bron, we moeten niet meer al die gegevens kopiëren. Maar er zijn heel erg veel redenen om zo'n lokale persoonsadministratie te hebben. Want die heeft niet alleen de Belastingdienst, die heeft ook de DUO, daar heet het bijvoorbeeld de BAP. En die heeft ook het kadaster en de SVB en noem ze allemaal maar op. Die hebben ze allemaal. Er zijn namelijk semantische, bestuurlijke, praktische, juridische en zelfs morele redenen om die te hebben. Maar misschien is wel een van de allerbelangrijkste redenen waarom ze zo'n lokale persoonsadministratie hebben. En dat is dat van geen enkele uitvoeringsorganisatie de doelgroep overeenkomt met die van de basisregistratie personen. Want ja, of jij nou in een gemeente woont of niet, het zal de Belastingdienst de worst wezen. Er moet belasting gegeven worden. Dus al die mensen vullen zij natuurlijk aan in hun lokale persoonsadministratie. Het gunst van de mensen uit het buitenland die in Nederland een huis kopen, en dat wordt allemaal gewoon bij het kadaster geregistreerd. Hè. Hele straten in Amsterdam worden door Singaporese investeerders gekocht. En ook de DUO, hè. Ik bedoel technische universiteiten, die zitten vol met Chinese studenten, die hebben in heel veel gevallen helemaal geen BSN. He, dus om te zorgen dat hun doelgroep als het ware compleet is, is één van de vele redenen waarom ze zo'n lokale persoonsadministratie hebben. En wat we hier dus eigenlijk zien gebeuren, is dat zo'n registratie, die natuurlijk vanuit het bezien vanuit het perspectief van de gemeente, ook gewoon een procesondersteunende administratie is, namelijk voor hun proces, de ingezetenen
registratie. Maar dat procesondersteunende systeem krijgt een functie voor het systeem als geheel. Terwijl tegelijkertijd eigenlijk de wettelijke context, die blijft helemaal geënt op die bronhouder. En wat wij dus eigenlijk vooral doen met die wetten op basisregistraties, is eigenlijk gewoon een labeltje plakken op een stukje van een procesondersteunende administratie. En ja, eigenlijk kun je zeggen dat dit heel vaak eigenlijk niet meer was dan een wettelijke bekrachtiging van een situatie die er eigenlijk al lang was. En die nieuwe systeemfunctie is voor een belangrijk deel niet iets waartoe is besloten. Hè? Maar dat is een functie die in bilaterale onderhandelingen is ontstaan tussen uitvoeringsorganisaties. Overigens niet bij de BAP, dat is een van de uitzonderingen. Daar is eigenlijk wel bewust toe gekozen. Maar wat daar ook niet is gebeurd, is dat we niet de definities zijn gaan heroverwegen of de opzet van de registratie in het licht van die nieuwe systeemfuncties. En mede daarom zijn dus al die lokale persoonsadministraties, die zijn noodzaak. Maar er gebeurt nog iets anders. Wat organisaties eigenlijk feitelijk doen op het moment dat ze gegevens van andere organisaties gebruiken, is dat ze het waarnemen van de feiten delegeren ze aan een andere organisatie. Een andere organisatie in een andere context en ook een organisatie met een heel ander wettelijk kader. En dit principe herhaalt zich. Hè? Stel, wederom, dit was de Belastingdienst, stel, dit is de basisregistratie inkomen, daarbij 9, die rechtsonder. Dan is ook dit weer een kernregistratie, de basisregistratie inkomen namelijk. En ook die wordt weer geleverd aan andere organisaties. En wat je dus ziet is dat er ook helemaal geen sprake is van ketens waarover wordt gesproken. Maar dat die organisaties eigenlijk op allerlei manieren aan elkaar verknoopt zijn. En wij houden de illusie in stand, hè, dat dit een hulpmiddel is voor individuele organisaties om betere besluiten te kunnen nemen op hun eigen juridische terrein. In werkelijkheid is het echter zo dat wijzigingen in gegevens elders een directe impact hebben op hun besluiten. En dat zou misschien helemaal geen probleem zijn als dat ook de bedoeling was. Om maar eens een populaire kreet te gebruiken. Maar gegevens, wat is dat nou eigenlijk? Gegevens zijn in essentie een onderscheid wat voortkomt uit de doelstelling van een wet. Ja, als ik iets wil doen aan de jeugdcriminaliteit, ja, dan wordt opeens de vraag interessant, ja, ben je nog jeugd? En dankjewel Koen dat jij mij nog zo jeugdig duidt. Dat is echt zeer gewaardeerd. Of stel dat ik iets wil doen, ik wil dat iedereen in dit land een basisverzekering heeft. Ja, dan wordt opeens interessant of iemand in Nederland is. Hè? Niet zozeer of hij in de gemeente Delft of in Amsterdam is of überhaupt in een gemeente is ingeschreven, maar of hij in Nederland is. En het doel, zo'n doel moet leidend kunnen zijn. En op zich, dat kan ook. Maar dat vraagt wel om een andere inrichting van zo'n registratie in het licht van zo'n nieuwe functie. Terwijl wat wij nu doen is vaak al hele groepen uitsluiten, omdat we eigenlijk beperkingen importeren van de ene wet in de andere wet, nog voordat er eigenlijk binnen die wet zelf iets gebeurt. En ik zeg nou eigenlijk wel dat zo'n registratie een functie krijgt voor het systeem als geheel. Maar zoals ik net al even suggereerde, daarmee is niet gezegd dat duidelijk is wie die gegevens nou eigenlijk gebruikt en waarvoor. Er is niet eens het begin van overzicht wie welke gegevens gebruikt. En dat is een probleem op zichzelf. En want het lijkt niet meer dan redelijk dat wij kunnen weten wat de gevolgen zijn van een bepaalde handeling. Sterker nog, dat was een van de eerste beginselen die tegenwoordig in de wet staan in de AWB, het legaliteitsbeginsel. De koning mocht alleen maar je kop eraf hakken als hij van tevoren in de wet had gezegd, nou als je dat doet, dan hak ik je kop eraf. Maar wij kunnen, omdat we dat overzicht niet hebben, eigenlijk ook niet weten wat de gevolgen zijn van zo'n handeling. Esther,
die merkt dat nou in de praktijk, maar die weet ook niet wanneer dat ophoudt. En hier, dit zijn even die basisregistraties, hè, en helemaal onderin staat ook waar je die afkortingen kunt opzoeken. Een van de redenen bijvoorbeeld, behalve het feit dat er niet één punt is waarop je die gegevens verspreidt, is dat heel veel van die gegevens zijn ook open data. Hè, de basisregistratie kadaster bijvoorbeeld, dat is open data en de BGT, de basisregistratie grootschalige topografie, de basisregistratie topografie, de BAX, allemaal open data. Dus er is geen relatie, geen formele relatie tussen die organisaties, waar wordt vastgelegd wie dat afneemt. Dus je kunt dit eigenlijk alleen maar in kaart brengen vanuit het gebruik, niet vanuit de verspreiding. En ook even om te laten zien hoe arbitrair het eigenlijk is, hoe dit allemaal in elkaar zit. Ik heb op allerlei manieren geprobeerd om een lijntje te trekken door die basisregistraties, zoals bijvoorbeeld aan de hand van de vraag wie heeft toegang op welke grond. En dan zien we bijvoorbeeld dat de basisregistratie inkomen. Daar is het heel duidelijk, hè? Daar staat in de wet wie die gegevens mag en moet gebruiken. Soms is het open data, zoals ik al zei. En soms is het gemengd, hè? Bij de basisregistratie personen bijvoorbeeld, moet er een groot maatschappelijk belang zijn. Hè? Dan doe je een verzoek bij de RIVG en dan zeg je, nou, is heel belangrijk. En dan beoordeelt de RIVG of dat inderdaad, nou, is heel belangrijk. En dan adviseren zij aan de minister om te zeggen, nou, jij krijgt toegang. En dat zijn gemengde stelsels. En je zou denken dat die toegang heel erg sterk samenhangt met wat voor soort gegevens zijn het nou eigenlijk die daarin zitten. Hè? Zijn dat persoonsgegevens of objectgegevens of is dat gemengd? Maar dan zie je dat dat helemaal niet overeenkomt. En mijn vermoeden is dus dat, hè, want ik heb dit ook geprobeerd op allerlei andere manieren in te delen, dat die lijn er niet is en dat dat ook niet zo is in de 393 registraties waarbij we geen bijzondere wetgeving hebben. De volgende stap in het bouwwerk van de bureaucratische cloud is de toezichtskolom. Hè, net die bovenste brede balk in het blauw. Dat is wederom dat besluitvormingsproces in de dienstverlening. En daar heb ik eigenlijk een parallelle balk nu ondergetekend. En dat is de toezichtskolom. Ook daar nemen we besluiten. Ook die staan open voor beroep en bezwaar. He, dus in essentie is dat bijna hetzelfde proces als je dat heel elementair opschrijft. Omdat er veel meer gegevens beschikbaar zijn, veel meer dan alleen maar in de eigen organisatie, wordt dit opeens interessant om te gebruiken voor het toezicht. En toezicht is in principe een heel breed begrip. Het toezicht begint met informeren van mensen dat er überhaupt toezicht is. Vervolgens ook mensen in staat stellen om zich te conformeren. En het eindpunt is handhaving. Handhaving is een vorm van dwang. Bijvoorbeeld met een boete of met gijzeling. Nou is het natuurlijk al zo dat we zien dat in de bureaucratische cloud toezicht heel vaak versmalt tot dwang, tot het versturen van boetes. En de voorlaatste stap in dit bouwwerk is waar we vandaag de dag het meest over hebben, namelijk data analytics. Omdat die gegevens lokaal beschikbaar zijn, vanwege al die lokale kopieën, zijn ook eigenlijk alle voorwaarden aanwezig om die gegevens ook statistisch te verwerken. En ook hierbij is efficiency wederom een hele belangrijke drijver. En data-analyse zet de overheid vrijwel exclusief in om risico's-analyses te maken en daarmee het toezicht te prioriteren. He, dus die nieuwe technieken, die, waar al die termen zoals big data en, op van toepassing zijn, die werken met statistiek en soms met zelflerende systemen en die gebruiken data niet op een individueel niveau, maar op een statistisch niveau. Maar dat toezicht die wil natuurlijk zo snel mogelijk van big data naar small data, naar dat individuele niveau, want toezicht behoor je te baseren op individuele feiten. Al gebeurt dat niet altijd, Koen. Je zou eigenlijk verwachten, hè, bij 1A en 1B,
dat voordat je iemand lastig gaat vallen met van alles en nog wat, dat je non-invasief onderzoek doet. Mede omdat je eigenlijk zoveel gegevens beschikbaar hebt, dat je eigenlijk echt eerst een verdenking opbouwt, een individuele verdenking, dat het echt waarschijnlijk is dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Maar nu is het zo dat het bestuursrecht overheden vrij vergaande bevoegdheden geeft om mensen te vragen hun situatie aan te tonen. En ja, niet invasief onderzoek doen, ja, dat kost natuurlijk gewoon tijd. Hè? Individuele verdenking opbouwen, dat kost hartstikke veel inspanning. Het is veel makkelijker om mensen te vragen hun individuele situatie aan te tonen. En dat kun je bovendien veel beter automatiseren. Hè? Zo'n briefje kan er vol automatisch uit. En die verantwoording, dat kun je ook helemaal automatiseren met een portal. En dan wordt het eigenlijk heel makkelijk en goedkoop om de lat voor fraude heel erg laag te leggen. En de toezichtslasten heel erg hoog te maken. De invloed van data-analyse, heb ik hier een plaatje met die pijltjes? Ja. Die kennen we nog niet helemaal. En zeker niet volledig. Maar het is uiteraard natuurlijk niet heel moeilijk om te bedenken voor elk lijntje in dit plaatje, hè, hoe je dat zou kunnen toepassen. En gegeven de dynamiek die nu bestaat, verwacht ik dat we overal wel een effect gaan zien. De laatste stap in dit bouwwerk is, dat zie je helemaal linksboven, dat is de doorwerking van signalen. En want de input van data-analyse, dat zijn niet alleen maar individuele gegevens, hè, waar ik het net steeds over had, je naam, je adres, je inkomen, of je een auto hebt. Die signalen die kunnen ook van een hele andere aard zijn, dat zagen we wel. Bij Esther, zo'n ambtenaar die denkt, hey, hier heb ik iets interessants gehoord. Of iemand aan een kliklijn, of het feit dat iemand gegevens, een andere overheid, gegevens bij jou heeft ingevraagd. Die signalen kunnen van allerlei aard zijn. Die worden vervolgens verwerkt en dan worden statistische signalen uitgedestilleerd. En dat resultaat, die statistische signalen, die worden vervolgens weer verspreid over de samenwerking waarmee je die gegevens verzamelt. Hè? Want er zijn allemaal van dit soort samenwerkingen. En in de toeslagenaffaire was dat eigenlijk een hele kleine samenwerking. We weten dat nog niet helemaal zeker, hè? Want er wordt nog een derde onderzoek nu gedaan naar die gegevensstromen. Maar het lijkt erop alsof dat bij de toeslagenaffaire maar een organisatie of 11 was. Maar er zijn honderden van dit soort samenwerkingen. Hè? Er is niet alleen maar Siri of de Belastingdienst. Echt, er zijn er honderden. En had de casus Esther vandaag gespeeld, dan was dat bijvoorbeeld iets geweest voor de LA, de landelijke aanpak adreskwaliteit. En daar destilleerde tot voor kort de ICTU, de signalen, wie doet dat nu ook alweer, de RVIG. En als dan de RVIG daarmee naar de gemeente gaat en de gemeente zet zo'n signaal in onderzoek, dan krijgen heel erg veel van die 2000 organisaties te zien van nou, dit adres staat in onderzoek. En ja, wie gaat daar op handelen? Nou, in ieder geval de gemeente. Maar ja, welke van die andere organisaties daarop gaat acteren, door bijvoorbeeld ook zoiets te doen als te zeggen van nou, toont u maar aan dat u daar woont op straffen van een bestuurlijke boete van €3500. Dat weten we eigenlijk niet. Of welke organisaties dienstverlening gaan weigeren. Nou, we weten dat de gemeente geen paspoortafgang gaf. Hadden ze juridisch gezien eigenlijk wel moeten doen. Maar misschien zijn er wel heel veel organisaties die zeggen van nou, ja, wij weten bij dit adres niet helemaal hoe het zit. Dus dat gaan we niet doen. Wat moeten wij hier nu van leren? Ik ga naar een afronding toe. Ik denk dat wij op de eerste plaats hiervan moeten leren dat we inzien dat de digitale overheid een geheel is geworden. En dat het systeemniveau, hè, er zijn beroemde papers geschreven, onder meer van Bovens en Stavros Souridis, hè, over de system level bureaucracy, maar die plaatsen dat systeemniveau op de individuele uitvoeringsorganisatie. Maar het systeemniveau is de gehele bureaucratische cloud geworden. Op de tweede plaats moeten we denk ik leren dat de bureaucratische cloud, dat is een bricolage. Hè? Dat is een knutselwerk van doe-het-zelf activiteiten zonder plan, zonder echte coördinatie, vrijwel zonder normenkader, laat staan toezicht daarop. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal governance situaties die hun stukje plakken aan dit bouwwerk.
En op de derde plaats is, moeten we hiervan leren, denk ik wel, dat dit bouwwerk is wel de infrastructuur waarop vrijwel alle collectieve besluitvorming rust. Hè? Zonder deze bureaucratische cloud geen toeslagen überhaupt. Want het is onmogelijk om 9 miljoen inkomensafhankelijke toeslagen uit te keren. Dat kan alleen bij de gratie van deze infrastructuur. Dat is de snelweg van allemaal van dat soort individuele besluiten. En op de vierde plaats moeten we zien dat dit tevens dus ook de infrastructuur is waarmee wij besluiten en toezicht en herstel überhaupt kunnen vormgeven. Hè? Er is ook geen alternatief meer voor dit systeem. Maar de voorwaarden die wij stellen aan besluiten, en met name voorwaarden in termen van beginselen van behoorlijk bestuur, aan heel veel van die voorwaarden kan deze infrastructuur niet voldoen. Hè? Een voorwaarde als herstel je eigen fouten. Ja, het is helemaal niet moeilijk te begrijpen dat de Belastingdienst dat nauwelijks lukt. Omdat deze infrastructuur is daar gewoon helemaal niet op ingericht. Er zijn bijvoorbeeld helemaal geen correctie- en herstelprocedures in place. En dat is ook hartstikke logisch, want dit hele bouwwerk is ontstaan vanuit organisatiebelangen. En als laatste, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste leerpunt, er is hier een heel groot, althans in mijn ogen, democratisch en rechtsstatelijk tekort. En wij kiezen hier niet voor, omdat besluitvorming over dit geheel niet we kiezen hier niet bewust en willens en wetens voor, omdat die besluitvorming, die is helemaal niet georganiseerd. Het is, als wij over andere dingen besluiten, neem de begroting, dat doen wij elk jaar. Want dat is logisch, want anders kan het kabinet maar doen met het geld wat ze willen. En als we die begroting hebben vastgesteld, dan controleren we daar ook op. Dat doet in dit geval bijvoorbeeld de Rekenkamer, stond geloof ik vandaag in de krant, toch? Dat Hugo de Jonge 5,1 miljard kwijt was. Want die kijkt van, nou, heb je dat dan ook gedaan? En als de Rekenkamer zegt van, nou, weet je wat, dat klopt niet. Dan is het dus vanzelfsprekend dat daar ook grote investeringen worden gedaan om dat te verbeteren. Dat doen wij op dit terrein natuurlijk totaal niet. En begrijp me niet verkeerd, er zijn ontzettend veel goede initiatieven om hier verbetering in te brengen. En overigens vooral bij gemeenten. Common Ground bijvoorbeeld, er zijn een paar projecten. Zelf ben ik erg fan van het project XBRP. Daar wordt echt goed nagedacht over de juiste vragen volgens mij voor de toekomst. Maar dit is niet het juiste niveau. Want ja, misschien, wie gaat dit nou zo meteen financieren? Daar hebben we geen idee van. En zelfs als dit een parel is, ik denk zelf dat het een parel is, dan is dat een parel die wordt toegevoegd aan een knutselwerk. Ik denk dat dit probleem echt moet worden opgelost op het niveau waarop dit speelt. En dat is het systeem, het niveau van het systeem als geheel. Een volwassen digitale overheid is een overheid die democratisch beslist, die alle belangen afweegt en die blijft binnen de kaders van de rechtsstaat. Dankjewel, dat was mijn verhaal.